Aandacht nu in LTV Live voor de Tweede Kamerverkiezingen en Henry Swinkels in het bijzonder, want Vught werd vorige week in het kader van de komende verkiezingen bezocht door diverse Kamerleden van onder andere GroenLinks, Partij van de Arbeid en CDA. Vandaag aandacht voor een mogelijk aankomend Kamerlid en niet zomaar een kandidaat Kamerlid, maar Henry Swinkels. Vughtenaar, nu nog raadslid voor de SP in de Vughtse gemeenteraad en nummer 22 op de kandidatenlijst. Een absoluut verkiesbare plaats. De lokale Vughtse politicus op de Haagse Tour. Met mij als campagnevoerder gaat het heel goed. Het is wel wennen, moet ik zeggen, om op het landelijke platform opeens allerlei vragen naar je toe te krijgen op allerlei onderdelen. Ik heb er heel druk ingelezen, heel veel gestudeerd. En ik weet inmiddels vrij veel dingen, maar ook nog lang niet alles natuurlijk. Dus soms moet ik ook wel eens neven kopen. Maar volgens mij accepteert men dat ook wel van een politicus die lang lokaal bezig is, maar nog niet zo heel lang landelijk is. Is het leuk, die overstap zeg maar, van de lokale politiek naar landelijk campagne voeren? Ja, het is bijzonder leuk, omdat ik natuurlijk nu heel veel met andere mensen in aanraking kom. In allerlei andere plaatsen, met allerlei andere problemen. Of andersoortige specifieke problemen bij mij neerleggen en daar ook heel serieus voor naar mij toe komen en allerlei vragen. Heel interessant. Ik leer er ook heel veel van, want daardoor kom je ook met andere praktijken in aanraking. Ook ontzettend spannend, omdat het toch steeds een nieuw podium is met nieuwe collega's of mogelijke collega's voor de toekomst waar je mee in debat bent. Ja, dit is enerverend en spannend en soms ook wel heel spannend en een beetje stressen. Maar het hoort allemaal bij campagne voeren, dus ook wel leuk. Mag ik u in ieder geval vragen om te overwegen op de SP te stemmen? Ja, zal ik doen. Hier heeft Emiel Roemer 10 vragen beantwoord. We denken dat dat eigenlijk de meest wezenlijke vragen zijn. Nou, ik kan u wellicht al op het spoor brengen. Ja? Bedankt. Okay. Ja. Hallo. Nou, dat betekent dat u nog een zwevende stemmer bent. Ja, maar daar kom ik wel langs. Ja? Ja hoor. Zal ik u wat informatie geven over de SP en Emiel Roemer? Nee, want daar stem ik niet op. Daar stemt u niet op, daar was u wel al over uit. Daar was ik al over uit. Ja, je kunt een heel eind komen. En ik denk wel dat je heel goed moet bedenken dat je steeds zo goed mogelijk jezelf blijft en eerlijk blijft. En we zien wel dat alles wat wij onder spanning krijgen, soms merk ik het ook gewoon in mijn eigen lijf een beetje, dat je zo onder de spanning zit en denkt ik moet zoveel kennis in me houden, dat je een beetje gaat blokkeren bijna. En ik probeer altijd maar net voor zo'n debat ook een half uurtje te wandelen of te ontspannen. En dat helpt wel een beetje om het ook weer van je af te laten glijden. Maar jij als toch erkend debater bent nog steeds gespannen voor het andere podium. Ja, nou ja, wat nu wel heel erg van je gevraagd wordt, is dat je generalist wordt op allerlei terreinen. En zelfs hier in Vught had ik natuurlijk wel mijn specialiteiten, waar ik inmiddels wel de hoed en de rand van ken. En dat is wel de bagage die je meeneemt, ook in een debat. En in dit geval heb je toch soms net een week van tevoren pas dat hele dossier een beetje tot je genomen. En zit het er nog niet zo diep in dat ik dat zomaar allemaal even op kan halen op het juiste moment. Dus soms is het net een beetje graven in van, hé, wat stond daar ook alweer over en wat was dat ook alweer? Ik ben een van die hele veel zwevende typen. Oh jij? Ja. Dus je moet nog even goed bedenken wat het gaat worden. Maar je staat ook op een immerijtje. Oké. En al op de hoogte van ons programma? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Eigenlijk weet u het wel, alleen nog even de uiteindelijke keuze maken. Nou, ik hoop op uw stem te mogen rekenen. Ja, en heel veel succes. Ja. Ja? Oké, okay, heel hartelijk dank. Ja. Dag. Dag. Ja, want ik zou dus graag willen weten wanneer komt die oplossing en worden we niet voor de gek gehouden bij woonwijzen? Nou, ik denk dat woonwijzen op zich wel wil, maar die wil natuurlijk ook vooral zorgen dat er meer sociale woningen komen. En dan moet er wel de gelegenheid toe komen. En die gelegenheid moet de gemeente wel geven. Maar wat we de afgelopen periode hebben gezien is dat alle sociale woningen uit de plannen gestreept zijn. Ja, dat is in ieder geval niet de oplossing. Ja, maar de klok staat toch niet bij woonwijzen. Maar ja, helemaal niet. Dat weet je zelf ook wel. Ja, dan even naar de actuele politieke balans. De SP ging als een speer. Op een gegeven moment zelfs rond de 37, 38 zetels in de peilingen. Ja. Daar is de afgelopen week, de voorbije week, is daar wel wat in gewijzigd. Je staat 22e op de kandidatenlijst. Wordt het al een beetje echt spannend? Het blijft altijd spannend, want de werkelijke peiling, zeg ik altijd maar, is 12 september. Ik heb in het verleden altijd gezegd dat ik me weinig aantrok van die peiling, of ze nou laag of hoog waren. Je kunt merken dat in Nederland toch best een beetje leeft. Hè? Dat we ook op peilingen gaan koersen en daar rekening mee houden. Wel eens strategisch gaan stemmen, dat kan allemaal.
Maar de peiling is zoals die is. We hebben een paar weken in een behoorlijke euforie geleefd als we de peilingen mogen volgen. Dat we wellicht mochten denken aan in de buurt van de 40. Ik moet zeggen, een aantal weken geleden stond dat eigenlijk al een aantal maanden redelijk stabiel op rond de 30. Nou, daar zijn we misschien nu weer op terug. En dat zou betekenen dat we gewoon weer geland zijn op de basis waar we vandaan kwamen. En kunnen we nog anderhalve week keihard aan campagne voeren om er in ieder geval nog een aantal zetels bij te krijgen. Het is niet het begin van een vrije val? Nee, het is geen begin van een vrije val. Daarvoor heeft de SP denk ik de afgelopen jaren ook behoorlijk geïnvesteerd in aandacht geven aan die groepen die in opstand kwamen tegen het beleid van kabinet Rutte. Waarbij je zag dat heel veel groepen in het onderwijs, in de zorg, bij de politie, de buschauffeurs, allemaal hebben laten blijken dat ze het niet eens waren met de koers die ingezet is. En wij steeds steun hebben gezocht, ook bij hen, maar ook goed geluisterd hebben naar waar hun problemen zaten. En wij oplossingen hebben bedacht bij die problemen. En ik denk dat zij heel goed begrijpen dat die koers die wij inzetten hen dus ook zal helpen. En dat dat een hele andere koers is dan die we tot nu toe gevaren hebben. Maar dat als je die koers wil veranderen, moet je dus ook op de SP stemmen. Want anders wordt het weer ergens in het midden dichtgerommeld en gaan we er weinig van merken. Een keuze kunnen maken van wat u gaat stemmen op 12 september? Ja. Ja? Ja. En dat is SP. Dat is de SP. Ja. Nou, dat is al heel goed om te horen. En ja. Ik weet misschien dat ik op de lijst sta voor de SP? Ja, dat weet ik. Oh, oké, okay. Ja, nou kijk, dat is ook alweer mooi bekend. Ja, dat is bekend. Ik vind het in ieder geval al heel goed dat u op de SP stemt, want ik ga natuurlijk weer iets proberen voor u en voor Fuck te betekenen. Ja. Oké. Heel veel dank. Ja, graag gedaan. Een succes. Eer als mensen. Eventueel in de Kamer, hè? Ja, oké. Oké. En mag ik je vragen of dat mogelijk op deze partij is? Of heeft een andere keuze? Nee. Okay. Jullie kennen het wel uit in de Volkswijk bij de Lidl. Ja, nou, ik ga al bedankt staan. Ja, we moeten ook gewoon onze doelgroep natuurlijk opzoeken. Ja, dat dacht ik wel, ja. Ja. Vind ik jullie partij niet zo sterk in? Nee? Nee. Niet in het opzoeken van de doelgroep niet? Nou, we beginnen langzamerhand een beetje op communisme te lijken. Oh ja? Gelijke salarissen en mensen. Het slaat nergens op. Nou, niet meteen helemaal gelijke salaris, maar iets eerlijker verdeeld. Nou, eerlijker verdeeld. Nou. Kijk, als je lid bent van jullie partij, je moet op gelijk niveau salariëren en dat soort dingen. Dat stemt op nadenken. Maar goed, veel succes met je SP. Nou, dank u wel in ieder geval. Voor een niet onbelangrijk deel vissen Partij van Arbeid en SP toch in dezelfde vijver. Dat zie je ook nu. Het zijn toch een beetje twee communicerende vaten die met de peilingen op en af gaan. Je zou ook kunnen zeggen van Samson doet het gewoon zo goed en Roemer doet het toch, de verrassing is eraf, een stukje minder. En dat gaat zich nu tegen jullie keren. Ja, wat daar ook over gezegd wordt, debatten, ze zullen ook zeker een weerslag hebben. Maar uiteindelijk moeten we het natuurlijk ook doen van een programma. En het feit hoeveel vertrouwen je stelt in zo'n partij dat ze dat programma ook gaan uitvoeren. En nou is het natuurlijk moeilijk om de SP daarop af te rekenen, want die hebben daar nog in het verleden niet landelijk kunnen laten zien wat er precies gebeurt wanneer je je programma ook naar een coalitie vertaalt. Maar de andere partijen hebben in ieder geval wel laten zien dat ze soms zoveel inleveren dat wat je dacht te veranderen uiteindelijk helemaal niet veranderd wordt. En allerlei beloftes die in het verleden gemaakt zijn uiteindelijk niet gerealiseerd worden. En dat is natuurlijk ook de grote frustratie van heel veel stemmers, van waar stem ik nu precies op? En dan kunnen ze in ieder geval wel door die stem op de SP zorgen dat de koers in Nederland daadwerkelijk veranderd wordt. De SP schuift ook nu al voor de verkiezingen min of meer, al is het maar op de AOW-leeftijd. Ik merkte net heel mooi op hoe misschien die PvdA weer in zicht komt. Maar dat komt ook vooral omdat de PvdA die koers die zij in hadden gezet naar een meer liberale beleid inmiddels weer compleet hebben bijgeschaafd. Waardoor het heel veel is gaan lijken op het SP-programma. En daar hebben we nog wel een aantal aanscherpingen voor. Maar misschien dat mensen best herkennen dat de PvdA ook wil meewerken aan die koerswijziging. En laten we helder zijn, ook de SP gaat het straks niet alleen redden. En hebben die PvdA en GroenLinks en wellicht ook nog een aantal partijen uit het midden ook heel hard nodig. Maar we moeten wel zorgen dat die koers daardoor gewijzigd wordt. En dat die niet min of meer hetzelfde blijft.